Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe FIFA 16. Of FIFA, hoor mij nou, dat is automatisme. Pro Evolution Soccer 2016 Ajax Master League video. Oh, dat is echt een hele mond vol in vergelijking met FIFA 16 Career Mode, weet je. Maar goed, we hebben hier natuurlijk de transferbod op Hendricks. We gaan dat beëindigen. We gaan dat niet doen. Hij is wel te leen, maar we gaan hem niet verkopen. Goed, onderhandelingen gaan we nu doen. Ik heb alvast wat favorieten. Ik heb een lijstje met spelers waar ik wel interesse in heb. Het zijn in totaal geen realistische transfers. En heel veel hebben geen team. Kijk, je ziet team overig. Die hebben gewoon geen team eigenlijk. Die spelen niet mee. Dus ik vind dat we daar wel achteraan kunnen gaan. Dan hebben we hier Nigel de Jong. Sneijder zit er gewoon bij Galatasaray. Maar Sneijder was de held voor ons in FIFA. Dus ik had zoiets van, ik zet hem er weer bij. Odegaard kennen we natuurlijk ook. HSV jeugd career mode in FIFA. Robinho, ik heb zoiets van geen team. Fuck it, mijn linkervleugels een beetje magertjes. Ik zet jou er ook bij. Huntelaar. Traoré kennen we natuurlijk ook. Zeer goede spits voor ons in FIFA. Dus daarom heb ik hem er ook bij. Meunier en Origi. Nou, het mooie is, Traoré en Origi staan beide gewoon te koop op de transferlijst. Dus dat vind ik wel geinig. Maar het liefst zou ik eigenlijk, om verandering te houden, Huntelaar zou ik best wel willen doen. En anders Meunier, want anders gaan we echt een beetje erg veel richting de FIFA-transfers. En Huntelaar, weet je, die zit zo in de geruchtenstroom. We gaan transferonderhandelingen starten. Spraakgebrek. Dat doen we ook met Meunier. En dat doen we ook met... Robinho is een leuke naam om te hebben. Laten we eerlijk zijn. Hij is niet erg hoog in het algemeen, maar het is wel een leuke naam om te hebben. Als ik al zei, onze linkervleugel is wel wat magertjes. En Nigel de Jong is gewoon een beest die ik best wel mijn verdedigende middenveld wil hebben. Dus, dat zijn de namen waarmee we beginnen. Dan moeten we eerst de tijd doorspoelen. Ik heb copyrighted muziek van de game aanstaan, dus ik krijg geen... Ik ga of claims krijgen of deze video komt misschien niet eens online. Of weet ik veel hoe. Kijk, onderhandelingsdag. Zo gaat het hier. Vakmailtjes, we krijgen het zo te zien. Alles is bijgewerkt. Dat betekent niet dat ze akkoord gaan of zo. Of dat het gaat lukken. Wow, wat is dat voor nieuwtje? Een transfer van... Oh ja. Transfer van Rijn, inderdaad. 16 miljoen. 9 miljoen. 5 miljoen. En 10 miljoen. Fucking hell. Voorwaarden wijzigen. Dat mag wel iets minder geld, jongens. Zo. Er wordt gewacht op antwoord. Kijk, je moet namelijk ook letten op je budget. Dat is een dingetje. Kijk, een salarisbudget. Kijk. We hebben eigenlijk... niet 29 miljoen, maar... Even kijken, 21 miljoen hebben we... Huh? Hoe zat dat ook alweer? Team salaris. Of hebben we 8 miljoen te besteden? Fuck it. Ik ben even de draad daarmee kwijt. Oh, dit gaat wat worden. Wie weet gaan we failliet na deze transferperiode. Oh, dan doen we gewoon een poging opnieuw. Daar niet van. We gaan in ieder geval alle voorwaarden gewoon wijzigen. Fuck it. Verlaagd transferbedrag. Huppakee. Doen we ook bij Robinho. Oh, wow, wow, nee. Voorwaarden wijzigen. Robinho is oud. Dus, huppakee. En dat doen we ook bij Nigel de Jong. Verlaagd transferbedrag. Zo. Kijk, je kan geen eigen bedrag invullen of zo. Je moet gewoon wachten op antwoord. Beetje naaiend. Serrero is gestegen. Netjes Serrero. Daar word je meer waard van. En huppakee. Oh, ik ben zo'n noob hierin. Ik weet niet of ik dit, dit wel goed doe. Huntelaar. Meunier. Oké, ze zijn allemaal bijgewerkt. Ik heb een heel bijzonder speler gevonden. Hij heeft natuurlijk talent, maar hij kan ook op verschillende posities spelen. Als je hem nu aantrekt, kun je hem waarschijnlijk tegen een reële... Oh, dat is de scout. Dat is waar ook.
Ik heb, wat is dat van nieuwtje? Oh, dat is nog steeds van Rijn. Oh, dat is ook het enige nieuwtje wat er is. Kijk, ik heb een scout laten zoeken naar een aanval en dan kan hij met een linkshalf. Ja, nee, echt een talent, man. 28 jaar. Dat is een beetje bullshit. Dat is een stuk minder. Robinho is ook een stuk minder. Ik vind dat Nigel de Jong nog steeds wel minder kan. Oh. Voorwaarden wijzigen. Hup. Oh, scheize. 71 kans. I don't know. Kunnen we, als we dit gaan wijzigen. 70%. Als we in Monier nog lager gaan dan 73%. En als we dat met Robinho doen. Nou, Robinho en Monier zijn best cheap. Ik wou graag Huntelaar als soort mentor voor Milik. En dan wou ik eigenlijk met Milik als schaduwspits gaan spelen. Dus achter Huntelaar. Dus dan gaan we de formatie wijzigen. Dat lijkt me wel tof. Maar ik heb wel geld nodig. En ik ben bang dat ik blut ga als ik dit doe. Maar dat krijg je trouwens te zien. Aantrekken van Huntelaar. Dat wordt 13.4. Dan zou dit nog kunnen. Hij geeft nog geen waarschuwing. Maar ik wacht nog even. Wat als we zijn salaris gaan... oh shit, daar kunnen we beter niet mee kloten. Dan denk ik vanwege de geruchten... dat Huntelaar wel leuker is dan Monier. Dus ik... ja. Laten we dat proberen. We gaan het doen. Deze bedrag betekent dat je kans verzamelt. Ja, hier, dat bedoel ik. We gaan in rode cijfers. Dus dat kunnen we nog niet doen. Dat is fucked up, man. We hebben eerst geld nodig. I need money. I need them monies. Van de Hoorn is gestegen. Lekker bezig. Mikey. En daar is wat. Wat hebben we hier? Het scouting rapport is bijgewerkt. Dit is pittig, jongen. Wat is daar met Sillissen? Sillissen gaf het volgende commentaar op. Ik denk dat we een veel betere mentaliteit hebben dan vroeger. En dat komt allemaal door de trainer. Yes! Nice! Oké. Goed, laten we dat scouting rapport checken. Nou, dat is tot nu toe ook niet echt om over naar huis te schrijven. Misschien moet ik de opname stoppen van, wie moet ik halen? Maar ik ga eerst nog even doorsimuleren. Kijken of we wat spelers kunnen verkopen. We hebben dus... oh, en daar is NEC. We hebben een aanbieding voor Younes. Een aanbieding voor Van Rijn en een aanbieding voor Van der Beek. Nou, Van Rijn is de enige die te koop staat. Dat wordt leuk. Younes is een uitlening, dat mag. Yes. We hebben hier... Van Rijn. Ongeveer 6 miljoen. Laten we eens kijken of we dat kunnen opkrikken. Oh, dat kan makkelijk. Dat kan makkelijk. We hebben hier Van de Beek een uitlening. Dat mag ook. We kunnen niet trainen. Dus huppakee. Dan hebben we hier natuurlijk nog onze spelers. Maar goed, ik weet echt niet wie ik aan moet trekken. Dat is een beetje een probleem. Dat is echt een probleem. Dus ik ga dit keer wel om jullie transfertips vragen. Laat jullie transfertips achter in de reacties. En zeg of jullie het eens zijn met degene met wie ik bezig ben. Huntelaar, Monier, Robinho en De Jong. Dus die hebben zoiets van gaaf voor Monier. Want Monier kunnen we wel betalen. Dat weet ik zeker. En Robinho kunnen we ook betalen. En Nigel De Jong kunnen we ook betalen. Ga ik vanuit. Nou ja, wacht. We hebben 8 miljoen. Monier kunnen we net betalen. Maar dat is dan ook de enige. Dus we hebben eigenlijk 8 miljoen transferbudget. Dat is fucked up. We hebben echt weinig.
Echt, echt weinig. Dus Huntelaar staat nu toe nog geen optie. Dus laat jullie transfertips achter in de reacties. En ik zal kijken wat ik kan doen. Ik ga nog geen wedstrijd spelen, want dan wordt de video te lang. Vond je dit leuk? Laat dan wel een like achter en deel deze video. Dat kan mij enorm helpen. Ik bedank jullie sowieso voor de support en voor het kijken. En ik check jullie de volgende keer weer. Laters.